Welkom bij Fem. In de video van vandaag ga ik jullie de must-have iPhone apps laten zien die je wat mij betreft niet mag missen. Ik bedoel dan niet echt de standaard apps zoals Facebook, Twitter, Instagram. Die kennen we wel, maar juist een aantal apps die niet zo heel erg bekend zijn en die heel erg handig zijn. Dus die ga ik jullie laten zien. Ik heb een iPhone, dit is de iPhone 5 en daar ben ik heel erg blij mee. Ik heb al tijden iPhones en dat zijn wat mij betreft de allerbeste telefoons. Ik laat dus ook nu vooral iPhone apps zien, of eigenlijk natuurlijk alleen maar. Maar het merendeel van deze apps is ook verkrijgbaar voor Android en andere systemen. Dus het verschilt een beetje per platform welke apps er verkrijgbaar zijn, maar het merendeel kan dus zowel op iPhone als op Android. De eerste app die ik even wil laten zien is Dropbox. Dit is een vrij bekende app, maar heel veel mensen weten niet hoe makkelijk die eigenlijk is om te gebruiken. Het is een soort cloud service waarop je dus bestanden kunt uploaden en die kun je dan overal eigenlijk waar je bent kun je die openen. Je kunt het ook op je computer zetten en dan krijg je gewoon een mapje tussen al je andere mappen te zien. En daar kun je gewoon bestanden in zetten en als je dan de app op je telefoon opent kun je datzelfde bestand gewoon op je telefoon openen. Super handig. Ik gebruik het heel veel voor mijn studie. Als ik bijvoorbeeld teksten moet lezen en dan kan ik het lezen op mijn iPad, dan zet ik het op mijn computer. Super makkelijk. Een ander iets waarvoor ik het gebruik, en dat is ook heel erg makkelijk, is voor foto's. Je kunt het namelijk op je telefoon instellen dat alle foto's die je met je telefoon neemt, automatisch in Dropbox gezet worden. En op die manier kun je dus heel makkelijk de foto's die je op je telefoon hebt genomen, op je computer of waar dan ook openen. En dat is heel erg fijn. Zeker als je telefoon crasht of hij wordt gestolen of wat dan ook, dan heb je in elk geval daar je foto's nog. Of als je bijvoorbeeld een foto op je computer wil gebruiken, dan hoef je hem niet naar jezelf te mailen of uit iCloud of wat dan ook te halen. Kan het gewoon op die manier. Een andere app die ik heel veel gebruik, dat is Pocket. En je hebt heel vaak online dat je iets tegenkomt en dat je denkt, oh, dat wil ik later nog even teruglezen. Of, oh, hey, dat is een handig recept, laat ik die opslaan voor als ik een keertje iets wil maken. Nou, daar gebruik ik Pocket voor. Pocket kun je op je computer gebruiken, je kunt het op je telefoon gebruiken. En je hebt volgens mij een app voor je computer, je kunt het in een browser installeren, je kunt er van alles mee doen. En als je dan zit te surfen en je komt iets tegen, dan kun je in je browser klikken van, nou ja, opslaan in Pocket. En dan komt het dus in de Pocket app te staan en dan kun je het dus gewoon, hup, waar je ook bent, kun je het openen en weer teruglezen. Zoals ik al even zei, ik doe het heel vaak met recepten, ik doe het met bepaalde looks die ik mooi vind, ik doe het met nail art. Als ik iets tegenkom waarvan ik denk, oh, dat wil ik later nog even terugvinden, zet ik het daarin en kan ik er altijd bij. Heel erg handig. Nog een app die ik heel veel gebruik, wederom ook voor mijn studie, is Evernote. Ik heb daar al in mijn studietips over verteld en ik wil hem toch nog eventjes in deze video noemen, omdat het zo'n super makkelijke app is. Bij Evernote heb je eigenlijk een soort digitaal notitieboek. Wederom kun je altijd overal, waar je ook maar internet hebt, bij je notities. En dat vind ik echt heel erg handig. Je kunt verschillende notitieboeken aanmaken, je kunt er plaatjes inzetten, je kunt er lijstjes in maken, je kunt er van alles mee doen. Zeker voor studenten is het echt fantastisch. En je kunt ook weer notities makkelijk mailen. Ik heb het op mijn iPad staan, ik heb het op mijn telefoon staan, ik heb het op mijn computer staan en ik gebruik het constant. Dus als ik bij college zit, maak ik notities in Evernote. Het wordt automatisch geüpload naar zo'n clouddienst en ik kan er gewoon thuis op mijn computer weer bij. Wat je ook kunt doen is dat je geluid kunt opnemen. Dat doe ik ook heel vaak tijdens colleges. En dat ik later nog even terugluister van, oh, wat heeft de docent ook alweer gezegd? En dat ik dan nog mijn aantekeningen bijwerk. En ik heb ook heel vaak dat als ik bijvoorbeeld in de tram zit of ik zit ergens te wachten, ga ik dingen doorlezen en dan kan ik even toch makkelijk wat dingetjes herhalen. En ik gebruik het ook heel veel voor to-do-lijstjes, voor ideetjes, van alles en nog wat. En wederom ook, Evernote is gratis. Je krijgt ook weer een bepaalde hoeveelheid opslagruimte en voor mij is de gratis ruimte echt meer dan genoeg. Je kunt natuurlijk foto's met de camera van je telefoon maken, maar ik vind dat de kwaliteit daarvan niet altijd even mooi is. Hij kan niet altijd even goed focussen en je kunt daarna de foto's ook niet helemaal bewerken zoals ik dat zou willen. Soms wil ik een foto wat lichter maken of wil ik bepaalde balansen aanpassen. Dat kan niet met de standaard app. Een app die ik zelf altijd gebruik is ProCamera. En dat is dus een app waarmee je foto's kunt maken. Eigenlijk net zoals je met je camera zou doen. Maar dan worden ze gewoon net even wat beter. En je kunt dingen met de witbalans doen. Je kunt ook nadat je een foto hebt gemaakt, kun je hem heel makkelijk nog bewerken. Je kunt hem snijden, je kunt hem lichter maken. Je kunt er van alles en nog wat mee doen. Je hebt meerdere apps die eigenlijk dezelfde functie hebben. Je hebt bijvoorbeeld ook Camera Plus en je hebt nog wat van die dingen. Maar ik heb gemerkt dat ik ProCamera eigenlijk het meest gebruiksvriendelijk en het makkelijkste vindt. Een app die ik bijna elke avond gebruik is Sleep Cycle. En dat is een soort
wekker die meet wanneer je het beste wakker kunt maken. Dat klinkt heel gek en mensen die vragen zich af van, werkt dat nou? Wat je dus doet is, voordat je gaat slapen, zet je de app aan. Je legt je telefoon aan de lader op een hoekje van je matras. Ik zet hem trouwens altijd in vliegtuigmodus, zodat je niet zoveel last hebt van die straling. Ik weet niet of je het daarmee helemaal voorkomt, maar het is wel verstandig om te doen, denk ik. En je wordt niet wakker gemaakt door sms'jes en berichtjes. En wat hij dan dus doet, is dat hij je bewegingen tijdens je slaap meet. Als je dan 's ochtends wakker wordt, je geeft een tijd aan, je zegt van nou, ik wil om uiterlijk 7 uur wakker worden. Dan gaat hij tussen 6:30 en 7 uur, gaat die app het beste moment kiezen om je wakker te maken. En dat doet hij dus aan de hand van je bewegingen. Er zit dus een bewegingssensor in je telefoon en dan weet hij van nou, je bent nu in lichte slaap. Nou, je bent nu al bijna wakker, dus nu gaat die wekker af. En dan word je eigenlijk heel erg relaxed wakker. En mensen vragen zich af, werkt het nou? En ik vind dat het werkt. Ja, dan heb je al zoiets van, oh, ik ben bijna wakker. En dan denk je, hoe laat zou dat zijn? En dan gaat ineens die wekker af. En dan blijkt dus dat ik al inderdaad half wakker was. En dat die app dus daarom mij is wakker gaan maken. Wat je verder ook kunt doen, is kijken hoe goed je hebt geslapen. Hij meet bijvoorbeeld de kwaliteit van je slaap. Je ziet ook wanneer je gedurende de nacht wakker bent geworden. Vaak heb je dat niet eens door. Maar daarmee kun je dus een beetje kijken hoe rustig of hoe vast of hoe onrustig je juist hebt geslapen. Wat ik ook heel makkelijk vind, en dat is voor iemand zoals ik. Ik heb heel erg last van slapeloosheid. Is het heel erg makkelijk. Je kunt bepaalde factoren invoeren. En dan kijken in hoeverre ze invloed hebben gehad op de kwaliteit van je slaap. Ik kijk bijvoorbeeld vaak naar of ik gezond heb gegeten die dag. Of ik heb gesport of juist niet heb gesport. En dan voer ik dat dus in voordat ik ga slapen. En dan na een tijdje kan die app een beetje zien van, nou, als je dit die dag hebt gedaan, dan slaap je goed. En dat heeft een positief effect en dat heeft een negatief effect. Heel erg handig. Dus dat is een app die ik ook heel erg vaak gebruik. Er zijn natuurlijk heel veel apps en dit zijn er maar een paar. Maar dit zijn wel apps die ik zelf ontzettend veel gebruik en waarvan ik denk dat jullie er ook heel veel aan kunnen hebben. Laat bij de comments achter wat jouw favoriete apps zijn die ik absoluut niet zou mogen missen. En dan ga ik eens kijken of ik wat nieuwe dingetjes kan ontdekken, want dat vind ik altijd heel erg leuk. Heel erg bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei! Ik vind het echt heel spannend staan nu.